Heel goedemorgen, welkom bij deze markets update van BNP Paribas. En deze staat bomvol met bedrijfscijfers. Maar we beginnen in Amerika. Ondanks de aantrekkende rente lieten de markt in de VS een behoorlijk herstel zien. De bedrijfscijfers blijven binnenstromen. Manpower kon 7% aantrekken na sterke cijfers, en de reisbranche haalde opgelucht adem. De mondkapjesplicht in vliegtuigen werd geschrapt. S&P 500 en Dow Jones sloten procent hoger, de Nasdaq schreef ruim 2% bij. En na beurs liet IBM sterke cijfers zien en trok ruim 3% aan. Netflix daarentegen zag voor het eerst een daling van het aantal abonnees en verwacht dat deze trend niet meteen weer gebroken wordt. De daling volgt op een prijsverhoging in Amerika en men ziet steeds meer abonnees de inloggegevens delen. Het aandeel verloor daarop meer dan 20%. De Chinese centrale bank hield de belangrijkste tarieven onveranderd, waar analisten een lichte daling hadden verwacht. In Japan uh, nadert de dollar-yen de belangrijke 1,30-grens met rappe schreden, omdat Japan achter zal blijven met het verhogen van de rente ten opzichte van Amerika. Toch sloot de Nikkei uiteindelijk 0,9% hoger, bleven de andere indices onveranderd op de Shanghai Composite na, die 1% inleverde. En de futures in Amsterdam duiden vanmorgen op een iets hogere opening. De Duitse producentenprijzen zijn met maar liefst 31% opgelopen in maart tegen een eveneens al hoge 26% in februari. En dan de Nederlandse bedrijven. ASML behaalde zoals verwacht haar eigen Outlook met een omzet van 3,5 miljard. Met een bruto marge van maar liefst 49% werd een netto winst van 695 miljoen euro gerealiseerd. De vraag blijft de productiecapaciteit overtreffen en men verwacht voor heel 2022 een 20% omzetgroei. Just Eat Takeaway ziet de verwachtingen krimpen tot 5% omzetgroei tegen eerder nog 15%. En wederom laat men horen dat de opties rondom Grubhub heroverwogen worden. In Noord-Amerika daalde het aantal orders nog wel, maar in Europa trokken deze nog iets aan. Men legt de focus op winstgevendheid en dat zal in 2023 behaald moeten worden. En Heineken ziet over het eerste kwartaal een omzet van 7 miljard euro en haalt daar een nette winst van 417 miljoen uit. De verkochte biervolumes stegen met 5,2 procent, fors meer dan de 3,5 procent verwacht. En Valpac ziet de omzet verder aantrekken, maar de bezettingsgraad juist dalen. De netto-winst liep marginaal op tot 75 miljoen. En vooralsnog is de impact van de sancties tegen Rusland beperkt, maar neveneffecten zijn wel voelbaar. In december verkoopt hij de visie Protective Materials voor 1,4 miljard aan Aviant Corporation. Verder zien we nog CM.com zag zowel de omzet... Als de winst fors aantrekken en men spreekt dan ook van een goede start, al zal het bedrijf pas eind drie, 2023 echt winstgevend worden. Op de agenda vandaag handelsbalans en industriële productie vanuit de eurozone. We hebben bestaande woningverkopen, olievoorraden en het beigeboek uit de VS. Verder vandaag ex-dividends zijn nieuwe Steen Investment 1,12 euro en Fastnet met 1,20 euro. Vanavond na beurs hebben we onder andere cijfers van Asmi. Morgen cijfers Axonobel, Basic Fit, Relax en Sligro. En morgen gaat Post.nl 32 eurocent ex dividend. Bij de analisten tenslotte: Berenberg zet Carrefour op kopen. En BMW krijgt koopadviezen van onder andere Credit Suisse en UBS. En morgen is er weer een Markets Update van BNP Paribas.